Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Vandaag vrijdag en ik ga vandaag twee dingetjes doen. Althans twee dingen die gedaan moeten worden. Ik ga een video opnemen, namelijk een shoplog van Pretty Little Thing. Als het goed is, staat die al online voor jullie en zo niet, komt die aankomende woensdag online. En ik ga vandaag weer aan die nagelcursusopdrachten zitten, want ik heb weer een soort van huiswerk meegekregen. Afgelopen maandag hebben wij geleerd hoe we power gel moeten aanbrengen en dat moeten we dus op 5 nagels hier thuis gaan oefenen. Dus dat ga ik ook straks doen. Maar voor nu ga ik eerst de video opnemen. Dit is de mega grote zak met alle items die ik heb gekregen. Dus ben je nou benieuwd wat erin zit? Moet je eventjes terugkijken op mijn kanaal of moet je komende woensdag mijn video in de gaten houden? De video heb ik opgenomen, ik heb alle aanbeelden gedaan en ik heb gelijk alles opgeruimd. Ik weet niet of ik hem vandaag ook gelijk ga bewerken, want ik ga zo meteen natuurlijk ook die nagelopdracht doen. Maar dat kan ik altijd van het weekend nog doen. Ik heb eventjes lekker lunch gemaakt. Lekker een volkoren crackertje met 3 eitjes en 3 crackertjes. Want daar had ik heel erg zin in. En ondertussen ga ik eventjes lekker wat video's kijken. En dan ga ik daarna die nagelopdracht doen. En dat zal ik wel een beetje aan jullie laten zien. In de vorige weekvlog had ik jullie ook daar een beetje in meegenomen. Maar nu gaan we weer een stapje verder. Dus dan kan ik ook weer wat meer laten zien. Dus dat is misschien wel leuk. Maar voor nu ga ik eventjes eten. Oké, nou dit is wat ik nu deze keer nodig heb. Ik heb weer die oefenhand met een paar nepnagels erop. Oh shit, mijn camera was leeg. Oh ja. Ja, power gel, topcoat, basecoat, tips, een lamp heb ik nu. En ik laat het eindresultaat zo meteen wel zien. Dan ga ik nu eventjes mijn camera aan de oplader doen. Maar dit is dus de before. Lekker broodje! Het is zaterdag vandaag en ik heb vandaag eigenlijk helemaal nog niks gefilmd. Terwijl het al 4 uur is. Ik heb alleen net mijn lunch aan jullie laten zien. Maar ik was even naar het postkantoor gereden omdat er nog een pakketje was bezorgd van Pretty Little Thing. Ik denk dat er iets ontbrak uit die zak of zo. Dat ze dit nog hebben opgestuurd. En ik ga toch maar gewoon een logisch item aan jullie laten zien. Want ik kan gewoon echt niet wachten met het te passen en aan te trekken. Dus ja, ik ga het maar gewoon lekker aan jullie laten zien. Ik zie er ook echt niet uit, maar ik moest vanavond even mijn haar wassen. Daar had ik vanmorgen geen zin in. Maar ik ga beginnen met het pakketje van Pretty Little Thing. Omdat ik niet weet wat dit is. Dus die blouse in nog een andere kleur. Voor de mensen die mijn Pretty Little Thing shoplog nog niet hebben gezien. Ik had dus een blouse uitgekozen. Een beetje een pastelgeel kleurtje. Maar die was niet meer op voorraad. Dus ze hebben mij de oranje toegestuurd. En nu hebben ze dus ook de blauwe toegestuurd. In een one size. Dit is hem. Het is gewoon een oversized. Beetje zo'n houthakkersblouse. Zo'n flannel blouse. Het is wel een lekkere stof. En ik vind de blauw in ieder geval al leuker dan de oranje. Maar nu de logisch items. En ik ben altijd zo blij als ik weer een pakketje van logisch mag ontvangen. En wat dingetjes mag uitzoeken. In de vorige weekvlog hadden jullie kunnen zien dat ik zelf wat dingetjes bij logisch had besteld. Maar toen een paar dagen later kreeg ik een mailtje of ik wat dingetjes wilde uitzoeken. Dus de dingen die ik zelf heb besteld op dit shirtje na heb ik teruggestuurd. Want ik dacht ja, ik mag het nu gratis uitzoeken. Waarom zou ik het dan zelf kopen, zeg maar. Dus om mee te beginnen heb ik dit rokje uitgezocht. Die had ik natuurlijk al, die wilde ik al heel graag. Want ik heb nu dus ook het topje erbij. Die zal ik ook wel eventjes pakken. Dit is het topje, die had ik dus zelf besteld bij Mas. Maar die hadden ze dus niet meer op voorraad bij Lovies. Dus die heb ik dus ergens anders besteld. Maar dit rokje heb ik dus wel uitgekozen in een maatje XS. En deze is dus 40 euro. En ik vind het echt een heel erg leuk setje voor op vakantie. Dus die als eerste. Dan nog een item die ik eigenlijk al zelf gekocht had. Maar dus heb teruggestuurd en heb uitgekozen toen ik hem mocht uitzoeken. En dat is namelijk deze lange jurk. Ik had hem dus al uitgezocht, maar ik vond 50 euro gewoon best wel veel voor een jurk die ik alleen maar in de zomer zou dragen. Dus vandaar dat ik hem heb teruggestuurd. Maar ik vond hem wel echt heel erg leuk. Dus ik heb hem wel opnieuw uitgezocht. En dat is dus deze gele jurk met bloemetjes. Hij heeft dus een V-hals. En verder heeft hij allemaal knoopjes en loopt hij dan weer wijd uit in een hele lange jurk. Ik zal het zo meteen ook eventjes allemaal voor jullie aantrekken. Dat is misschien wel leuk. En deze heb ik dus ook in een maatje XS en is 50 euro. Dan heb ik nog een rokje uitgekozen. Deze is ook 40 euro in een maatje XS. En deze vond ik echt heel erg mooi. Want die sluit dus heel mooi aan ook rond je figuur, zeg maar. Zwart of donkerblauw rokje. Ik kan hem niet zo goed zien. Ik denk zwart. En die is echt heel erg mooi. Dat is namelijk deze. Zwart en zitten er allemaal gele met een beetje crème kleurige bloemetjes op. Maar het is dus een beetje
zo gedrapeerd. En aan de achterkant bij je kont heb je dat ook. En daardoor lijkt je kont altijd heel mooi rond en ja, gewoon heel mooi. En aan de onderkant heeft hij dus nog van die roesjes zitten. Het is echt een heel dik stofje, ook lekker goed van kwaliteit. En achter zit er dus ook nog gewoon een rit waarmee je hem open kan maken en dicht. Dus dat is ook heel erg fijn. Deze lijkt me ook echt heel erg leuk voor uit eten of zo. Het is echt zo'n heel mooi, chic rokje. Dus die. Dan nog een hele mooie jurk. En zoals je kunt zien ben ik weer helemaal into de bloemenprintjes. Ik heb echt alleen maar bloemenprintjes. Zo ook deze jurk. En dat is dus ook weer zo'n hele mooie lange. En toen ik deze zag, dacht ik echt, ik moet deze hebben. Echt geweldig. Dat is namelijk deze jurk. Hij heeft ook weer een V-halsje. Hij heeft 3/4 mouwtjes. Deze vind ik ook wel een heel erg leuk dingetje. Maar wat me dus ook heel erg leuk lijkt, is om hem hier dan in je middel met zo'n riempje ja, te combineren. En het is verder gewoon echt een hele lange jurk. Deze heb ik in een maatje XS en is €50. En op de Lovie-site was er dus van die leuke cowboylaarzen onder. En ik ben echt nog op zoek naar de perfecte leuke cowboylaarzen. Dus weet je nou een leuk merkje waar ze dat verkopen? Laat het dan eventjes weten, want dan ga ik even een kijkje nemen. Maar ja, ik vind deze gewoon echt heel erg leuk. Ik vind het printje in het echt wel iets meer oma-achtig dan ik had verwacht. Maar ik denk als je het gewoon goed en leuk stelt, dat het wel echt heel leuk kan zijn. Dus die. En dan nog 2 laatste items in hetzelfde printje. Dan ga ik beginnen met deze. In een maatje XS ook weer. En dit is dus een blouse. En dit leek me dus heel erg leuk voor over je bikini heen. Want ik zou zo'n blouse nooit helemaal tot aan het knoopje dicht dragen, zeg maar. Dat is, vind ik iets te netjes, denk ik. Maar als je hem nou helemaal zo open draagt. Ik ga even kijken of ik hem een beetje open kan maken. Kijk, als je hem dan nou zo leuk open draagt en dan een beetje opgeknoopt of lekker in je shortje of gewoon loshangend over je arm heen, vind ik dit echt heel erg leuk. Ik heb echt zo'n heel leuk zomersprintje. Dus dat is die. En deze kost €35. Vind ik echt heel erg leuk. Echt zo'n lekker zomerdingetje. En voelt ook echt van lekkere kwaliteit. Lekker dik. En voor de mensen die vaker mijn Lovie's shopblogs kijken, weten dat ik echt gek ben van deze Lovie's broeken. Dit zijn namelijk van die white of straight leg pants. Ook weer in datzelfde printje. En ook weer helemaal uiteenlopend. Hij is echt heel lang en heel groot. Deze heb ik ook weer in een maatje XS. En is ook €35. Aan de zijkant heeft hij nog een ritje waar hij mee open en dicht gaat. En deze vind ik ook echt heel erg leuk. Ik heb dus nu ongeveer 4 van deze broeken van Lovie. Alleen ze zijn dus allemaal te lang voor mij. Dus ik ga als het goed is over 2 weken naar Italië. Dus ik wil eigenlijk binnenkort eventjes deze week die broeken naar de kledingmaker brengen. Zodat hij ze kan inkorten. Zodat ik ze mee kan nemen op vakantie. Dat zou wel leuk zijn. Maar dat is dus deze. Ik ga de troep die hier op de grond ligt nu eventjes opruimen. En dan zal ik alles gaan aantrekken en aan jullie laten zien. Dit is het eerste setje. Ik vind deze echt heel erg leuk. Maar ik vind de topje bijvoorbeeld ook gewoon heel erg leuk met een witte broek of zo. En dit rokje met een ander kleur topje. Omdat het misschien anders best wel heftig kan worden. Maar ik vind het wel echt een heel leuk setje. Ik ben ook zo blij met het rokje. Ik vind het rokje echt heel erg leuk. Dus dat is het eerste setje van Lovie. Dit is de volgende jurk. Ik heb hem eventjes niet helemaal dichtgeknoopt. Daar had ik echt even geen zin in. Maar je begrijpt het idee. Dit is de jurk. En ik vind hem echt heel erg leuk. Echt lekker voor het strand ook. Stel dat je in Nederland gewoon naar het strand gaat. Is dit gewoon heel erg chill om over je bikini heen aan te doen. En dan gewoon, ja, echt heel erg leuk vind ik deze. En het printje vind ik ook echt heel leuk zo met die gele bloemetjes. Dit is het andere rokje. Ik vind het rokje zo mooi. Ik vind die roesjes hieronder ook echt geweldig. En ja, ik weet niet, ik vind het gewoon echt een heel mooi rokje. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik eventjes mijn billen bij elkaar moest knijpen toen ik hem aan wilde trekken. Maar als hij eenmaal zit, zit hij echt perfect. Ik ben hier echt heel blij mee. En hij is ook best wel lang. Vaak heb je natuurlijk dat je altijd onder je rokje kan kijken, maar deze valt best wel mooi lang ook gewoon. Oh, dus vind ik echt heel erg mooi, dit rokje. Echt heel blij mee. En kijk, het is dus een beetje zwart donkerblauwachtig met dan een beetje crèmekleurige bloemetjes met een geel stipje erin. Echt heel mooi. Dit is de volgende hier. Ik vind hem echt heel erg mooi. Maar ik voel me wel een klein beetje een oma hierin. Maar ik heb zo'n heel dun Gucci riempje, zeg maar. Dus misschien als ik die dan zo in mijn middel doe, dat het al wat leuker is. Of een leuke tas erbij of zo. En inderdaad van die leuke cowboylaars eronder. Dat het gewoon net even ietsje stoerder maakt. Maar ik vind het printje wel heel leuk. Maar omdat hij denk ik gewoon zo los langs mijn lijf hangt. Maar verder vind ik hem wel heel leuk. En dit is die broek. Hij is wel weer zoals ik had verwacht veel te lang.
Maar ik vind hem wel heel leuk. Bijvoorbeeld gewoon met een wit kroptopje of zo. Of ik heb ook eentje van de Zara. Wacht, die is volgens mij precies dezelfde kleur blauw. Dat zou wel heel leuk zijn. Hier, dat is deze van de Zara. Die kent denk ik iedereen wel. Oh, dat is heel leuk hierop. Dit is als ik hem met dat blauwe topje erop aan heb. Zo vind ik hem wel heel leuk. Want die kleuren die komen echt precies erin voor. Ik zal deze even aantrekken. Kijk, ik zou die blouse nooit op deze broek aantrekken. Maar als je bijvoorbeeld gewoon een spijkershortje aan hebt. En dan deze in het wit of zo. Of nou, deze kleur kan op zich ook. En dan gewoon zo een beetje los eroverheen hangen. Is dat wel heel leuk. Maar ik zou denk ik nooit als setje aantrekken. Alleen als ik een hippie face heb of zo. Maar dat heb ik nog nooit gehad. Dus deze. Het is vandaag zondag. Jullie zullen wel denken, wat ziet ze eruit? Maar ik heb dus vandaag met Olaplex in mijn haar geslapen. Dus dat ga ik er zo meteen eventjes uitwassen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eventjes sporten. Ik heb namelijk een video gezien. Wacht, ik ga hem even opzoeken. Dan kan ik hem ook aan jullie laten zien. Van een meisje. En die heeft dus een video gemaakt. En die duurt dus 5 minuten, die workout. Nou, echt geweldig. En er staat dus als je die dus een week lang doet, iedere dag, je buikvet daar minder van wordt. Vetverlies in 7 dagen. Gewichtsverlies, buikvet. Deze video is het. Van Lily Sapri. En hij heet dus vetverlies in 7 dagen. Gewichtsverlies, buikvet. Thuistraining van 5 minuten. Dus die ga ik nu doen. En ik ga ook nog eventjes deze video doen. Brazilian Buttlift Challenge Results in 1 Week. Van Get Fit bij Ivana. Je ziet het niet zo goed, denk ik. Maar die ga ik dus ook nog eventjes doen. In totaal is het ongeveer 20 minuutjes. En dan ga ik eventjes mijn kamer stofzuigen. Want ik moest net iets onder mijn bed pakken. En toen zag ik me toch een partij stof. Dus dat ga ik ook eventjes stofzuigen. En verder vandaag ga ik mijn weekvlog voor morgen bewerken. Oh, en oh my gosh, jongens. Ik moet jullie wat vertellen. Ik dacht echt, hier gaat het. Miel en ik hebben vorig weekend onze vakantie geboekt naar Italië. Voor een weekje. We zouden van maandag tot zondag gaan. Van maandagavond tot zondagavond. Want die maandag erop, zeg maar, zou ik mijn laatste les nagelcursus hebben. Dus dan ging ik zo op vakantie dat ik precies alle maandagen gewoon aanwezig kon zijn bij die cursus. Dus nou, wij helemaal geboekt, helemaal goed. En toen vrijdagavond kregen wij ook eens een mailtje van EasyJet dat onze terugvlucht geannuleerd is. Dus onze heenvlucht op die maandag ging nog wel door, alleen onze terugvlucht niet. Dus nou, wij kijken wanneer we dan terug zouden kunnen vliegen. En de eerstvolgende mogelijkheid was pas voor die maandagavond. Wat dus zou betekenen dat ik een cursusdag zou missen, wat eigenlijk niet kan. Maar anders zouden we alweer die donderdag terug moeten. Dus dan waren we daar letterlijk dinsdag, woensdag en dan donderdagmiddag zouden we terug moeten. Dus konden we net zo goed niet op vakantie gaan. Dus nou, ik natuurlijk helemaal in de stress, want ik wilde zo graag op vakantie gewoon een weekje, even lekker een weekje weg. Maar ik had natuurlijk die cursus en die vlucht was geannuleerd. Dus ik vrijdagnacht nog gemaild naar die cursus, zeg maar, naar die academie waar ik die cursus doe. Maar ja, in het weekend krijg je eigenlijk geen antwoord terug. Dat wist ik ook wel. Maar ik dacht, ja, weet je, ik kan het altijd proberen. En toen opeens zaterdagmiddag kreeg ik een mailtje terug. Met dat ze het snapte. Dat ik daar zelf niks aan kon doen. Dus dat ze die cursusdag wel kunnen verplaatsen voor mij. Dus dat is echt super, super fijn. Dus nu gaan we dus alsnog gewoon op vakantie. En kan ik die cursusdag een andere dag inhalen. Dat zal wel pas weer wat later zijn. Volgens mij in september of zo. Maar ja. In principe kan ik alles al. Alleen die laatste dag is het natuurlijk gewoon laten zien en je ding doen en zo. Dus het is niet dat ik daardoor geen klanten meer kan helpen of zo. Maar ja, in ieder geval, we kunnen op vakantie en het heeft niks. Het heeft geen impact op die cursus verder. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dus we gaan nu zelfs een dagje langer op vakantie. We gaan nu van maandagavond tot maandagavond. Dus we hebben 7 volle dagen. Dus dat is echt heel erg chill. Dus vandaar dat ik eventjes wil sporten en mijn buikvet eraf wil hebben. Dus dat is wat ik nu ga doen. En daarna stofzuigen en dan daarna douchen. Want van stofzuigen ga ik ook altijd zweten. Dus ik kan beter maar sporten, stofzuigen en dan douchen. Dus ja, ik ben klaar met sporten en douchen en alles. En ik heb net lekker de weekvlog bewerkt die morgen online moet komen. En deze nieuwe kussenslopen laten zien. Want dit zijn de satijnen kussenslopen. Ik denk dat jullie, of ja, ik weet niet of jullie dat weten. Maar een jaar geleden ongeveer heb ik dus ook zo'n satijnen kussensloop gekocht voor 30 euro. En deze kostte dus 15 euro per 2 stuks. Dus dat is natuurlijk veel voordeliger. Als je interesse hebt, ik zal een linkje in de beschrijving zetten. En wat ook heel erg chill is, dat wil ik ook even laten zien. Kijk, aan de voorkant is hij dus van satijn.
Maar aan de achterkant is die gewoon van katoen. Dus heb je nou een partner die niet van de satijnen kussensloop houdt, kan je hem gewoon omdraaien. Dus dat is echt mega chill. Dus ja, dat. Het is nu al best wel laat in de avond. Oh ja, en ze hebben trouwens rood, taupe, beetje goud, wit en grijs. En ze kosten dus 15 euro voor twee stuks. Dus dat is echt heel goedkoop. Maar, mijn hand wordt echt... Oh ja, ik ga de rest van de avond denk ik niet zo heel veel meer doen. Ik ga gewoon lekker hier een beetje op bed chillen. Ga zo meteen denk ik avond eten. En dat is het wel een beetje.